Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 29 april en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb echt een fantastisch oogschaduwpalet gebruikt, vind ik zelf. Dit is een palet die ik aan het testen ben. De review. Als deze vlog online komt, moet de review nog wel online komen. Maar ik vind hem echt nu al fantastisch. Ik ga straks boodschappen doen. Het is een beetje vervelend. De kat heeft op het kleed iets gespuugd. Oh nee, mijn batterij is bijna leeg, zie ik nu. Oh, dit is heel vervelend. Ik ga even verder vloggen met mijn telefoon. Om dit soort redenen zou ik dus een tweede batterij willen. Maar goed, dat komt in de toekomst wel. Maar zoals ik aan het vertellen was, ik had al dus een beetje op het kleed gekotst. En ik wilde het kleed het liefst wassen, maar dat gaat nu niet. Want ik ga straks boodschappen doen. Mijn vader appte gisteren al van het is nu geen scooter weer. Dus we gaan morgenmiddag rond 3 uur zijn we er. Want dan gaan we even boodschappen doen. Ja, dat is gewoon prima. Ik had er al een beetje rekening mee gehouden omdat het regenachtig is. Wel heb ik nog een pakketje binnengekregen. Ik had namelijk, zoals ik al heb verteld, ik wilde heel graag mijn kwastensets vervangen door betere. En ik was al een tijdje op zoek naar het setje van Brilltechnics voor de wenkbrauwen. En elke keer heb ik hem niet gekocht omdat ik het nog best wel duur vond om zomaar even te kopen. En toen kwam ik hem heel toevallig tegen op een website. Toen dacht ik eerst van, oh, wel even kijken of het betrouwbaar is. Want dit is wel heel goedkoop. Hij was 16,95. Ze hadden er ook nog een, die was 30 euro. Maar als ik bijvoorbeeld bij bol.com kijk, kost dit setje ook al bijna 30 euro. En dat is dus dit setje voor de wenkbrauwen. Het leuke is, deze heeft nog de oude kleuren. Er zit dus een kwastje bij en nog een ander soort dingetje. En een spoelie en nog 2 pincetjes. Oh, die ziet er ook wel heel fijn uit. Die is heel puntig, dit pincetje. Nou ja, daar komt nog een review van online. Maar die had ik dus binnengekregen. Maar die had ik dus maandag besteld. Want op Koningsdag was een 25% korting op alles. Waardoor ik voor het hele setje, inclusief verzending, nog maar 15 euro betaalde. Dus daar was ik wel blij mee. Gisteravond wilde ik kijken naar bevallen met Bobby. Kwam het niet. Daar baalde ik heel erg van. Daar had ik me heel erg op verheugd. Want ik heb nu echt bepaalde dagen waarop ik me heel erg verheug op de televisie. En bepaalde dagen niet. Omdat je echt maar bepaalde dagen hebt dat de televisie heel leuk is. Dus dat was het niet gelukt. Nee. Maar goed. Toen heb ik topdokters me aangezet. En heb ik ondertussen de vlog afgemaakt. Dus die is nu ook klaar. Daarna heb ik wel de databos gekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. Ik heb Rex gekeken. En ik heb gekeken naar... Help eens, muis. Gossip Girl. Maar hij zit hier ook. En nu ga ik in ieder geval eventjes schoonmaken. De woonkamer. En dan ben ik klaar voordat mijn vader komt. Die komt dus om 3 uur. En dan even boodschapjes doen. En dan is het weer klaar. Ja, ik kan hier nu helaas niet bij zitten. Want met de telefoon wordt het heel erg lastig. Dus dan ga ik de camera maar opladen. Super stom dat ik dat ben vergeten. En ik kan niet vloggen. En... camera opladen tegelijk, want deze camera heeft een losse batterij. Het is gewoon echt een beetje dom van mezelf. Maar ik heb gisteren ook niet gemerkt dat die bijna leeg was. Hij begint nu echt letterlijk te knipperen. Dus dat ga ik nu maar even doen. En dan, het geeft op zich ook niet dat ik hier niet bij kan zitten. Want jullie zien toch elke week hetzelfde qua schoonmaken. Maar dat ga ik nu eventjes lekker doen. En dan de camera even op opladen zetten. Mijn wasje hangt weer. Die andere die heb ik opgevouwen. Die ligt nog in de wasmand. Dat moet eigenlijk nog naar boven. Maar dat kan van het weekend ook wel. Dat ligt me niet zo heel erg in de weg. En anders morgen eventjes of zo. Ik ga nu in ieder geval eventjes wat doen. Zo, het huisje is weer heerlijk schoon. Echt een lekker gevoel. Ik heb nu deze dingetjes aan het lopertje gehangen. Die heb je in de accessoire nog kunnen zien. Dus ik hoop dat het een beetje gaat werken. Maar er was eigenlijk nog een dingetje wat mij een beetje dwars zat. En ik wil mensen helemaal geen naar gevoel aan praten. En voel je absoluut niet aangesproken als jij hier niet aan meedoet. Ik zag gisteren op het nieuws de beelden van de IKEA. IKEA is gisteren weer open gegaan voor het publiek. En ik ben heel erg geschrokken van de rijen die er stonden. Ik hoorde zelfs dat mensen 20 minuten in een rij hebben gestaan om naar de IKEA te gaan. Ik schrik toch wel dat mensen ineens met hele groepen tegelijk weer naar de IKEA gaan rennen. Vraag me af, is het echt nodig? Ik heb zelfs mensen gehoord die zeiden, ja, maar het is weer even een uitje. We kunnen weer even wat na al die tijd binnen zitten. Het moet nu geen uitje zijn. Ik vind het ook heel leuk om bij IKEA te kijken. En ik heb ook wat dingetjes die ik daar nog wel weer zou willen weghalen. Maar ik
wacht wel totdat corona over is. Of in ieder geval zoveel gedaald is dat we weer op een veilige manier kunnen winkelen daar. Ik schrok hier best wel van. Ik heb een beetje plaatsvervangende schaamte voor alle mensen die ineens met volle tassen de IKEA uitkomen. En ik snap het, hè, als je aan het klussen bent en je komt iets tekort. Dat je denkt, oh chips, ik wil dit nu graag afmaken. Ik ga even naar IKEA toe om wat te halen. Maar moeten we echt dit met grote groepen tegelijk gaan doen? Ja, het zit mij een beetje dwars. Want ik ben juist ook wel een beetje bang door dit soort dingen. Dat corona straks misschien weer een nieuwe opleving ook krijgt. En we zijn er nog helemaal niet. Dus dat is een beetje hetgene waar ik bang voor ben. En wat ik toch even wilde mededelen. Ik ga me nu even verder klaarmaken, want mijn vader is erbij. En dan ga ik boodschappen doen. En dan zie ik jullie straks als ik terug ben. Zo, ik ben weer terug thuis. Ik heb me even omgekleed. Ik heb even het shirtje van gisteren aangedaan. Want het shirtje wat ik aan had, had ik toch wel heel erg ingezweet. Want ik had gewoon een jas aangedaan. Het was toch iets warmer dan ik dacht. Ik heb alle boodschappen binnen. Die ga ik jullie even laten zien. Ik film nu even met de camera. Maar ik ga nog wel verder mijn batterij opladen. Maar hij had nu wat eventjes er weer opgeleverd. Dus nu kon ik het eventjes zo filmen. En dat is gewoon even wat makkelijker ook voor mijzelf. Ik zal even naar de boodschappen toe lopen. De katten hebben net gegeten. Dus dat is top. Ja, ik heb echt heel erg veel. Ik heb hier allereerst bonen. Ik ga nu volgende week zaterdag weer boodschappen doen. En dit heeft een reden, want ik kan dan plantjes ophalen bij de Plus supermarkt. Die had ik gespaard en die kon je op 8 of 9 mei ophalen. Dus die ga ik dan volgende week zaterdag ophalen. Dus vandaar dat ik nu voor langer heb. Ik heb aardappelschijfjes. Ik heb bij de Lidl weer de aardbeien-ijsthee gehaald. Die ik heel erg lekker vind. Die stond erop. Was heel verbaasd. Champignonnetjes. Ik heb spekjes. En ik heb dit gekocht. Dit zijn van die schoonmaakdoekjes. En die gebruik ik zelf. Ik heb ze zelf altijd. En hier zat ook nog eens een opbergbox bij. Daar kun je ze dus insteken. Dus dat vond ik echt super. Ik heb pizzabodems. Toch weer even toiletpapier, want dat wil je toch graag op voorraad hebben. Althans, ik wel. Ik heb kattenvoer gekocht. Ik heb nu 2 pakken chocomel. Ik ga het zo gelijk naar boven brengen ook. Ik heb een zak patat. Ik heb hier ook het zachte voer. Ik heb nog zo'n setje washandjes gekocht. Dan heb ik ook de eerste set met handdoeken meegebracht. Dit zijn de gewone. Dit zijn er dan 2. Maar het lieve is, mijn moeder die werkt in de thuiszorg. En heel veel van haar cliënten hebben voor mij zegels gespaard. Dus ik heb een heleboel handdoeksetjes bij elkaar. Doordat heel veel mensen meesparen. Ik heb slaapvinken. Ik heb frietsaus. Ik heb een broccoli. En ik heb hier nog bakboten. Ja, ik ben echt altijd een beetje van mijn zin. Ik heb hier schnitzels. Die ga ik gelijk even, die zijn voor zondag, gelijk even wegleggen. Want die verpakkingen zijn niet zo heel erg handig. Deze waren in de aanbieding. En ik heb een nieuwe strijkbout. De mijne is natuurlijk kapot. En zei mijn vader, ja, wil je even gaan kijken dan? Want ja, ik wil wel heel graag een nieuwe. Ik heb nu een strijkbout van Tefal. Ze hadden verschillende. Deze was 30 euro. Ze hadden ook strijkbouten van 18 euro. Maar dat was niet echt een heel bekend merk. En de kleur, jongens. Hij is roze. Hoe leuk. Een roze strijkbout. Ja, roze-paarsachtig. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Ik ga mijn boodschap even lekker opruimen. Dan ga ik nog even relaxen. Vanavond moet ik een blogartikel schrijven. Ik moet nog even een paar foto's opnieuw doen. Chips. Nou, dat komt nog wel. Het is lang licht. Vanavond kijk ik denk ik wel Steendijkstraat Arm. Ondanks dat het wel herhalingen zijn. Ik kijk naar Hart in Actie, Gossip Girl en naar Rex. En dat is verder mijn avond. Verder lekker basic, maar ook wel even lekker nu. Want ja, ik heb nu alles binnen. Dus ik kan nu gewoon lekker... Lekker de bank op als ik alles heb opgeruimd. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. En morgen hoop ik jullie weer wat meer erbij te kunnen zetten. Ik heb morgen wel om 3 uur eerst weer het video bellen met de therapie. Maar daarna kan ik nog gaan bullet journalen. En dan kan ik jullie er gewoon bij zetten. Dus dat is even voor nu. Vandaag dus even weinig gevlogd. Maar ik zie jullie in ieder geval morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 30 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb niet zo top geslapen. Ik had weer heel erg last van nachtmerries.
Toen ik wakker werd, was ik echt heel erg gedesoriënteerd van, oh, welke dag is het? Wat moet ik dan vandaag doen? En toen even nadenken, oh ja, het is donderdag. Ik heb dus straks videobellen om 3 uur. En nou ja, dus en ik ga even bullet journalen. Dus het is ook niet een hele spannende iets vandaag. Heb ik gisteren eigenlijk helemaal niet meer verteld. Maar ik was dus even in het kruidvat. Ik wilde even iets halen voor mijn pluizige haar. En ik was daar even aan het kijken. Maar de shampoos en zo en alle haarproducten die staan gelijk bij binnenkomst langs de wand. We stonden al echt in een rijtje. We moesten even wachten voor we naar binnen konden. Want het was zo druk dat ze eigenlijk geen tijd hadden om de mandjes schoon te maken. Nou, toen kwam er een meisje aan. Die maakte de mandjes schoon. Die raakte je mandje aan. Helemaal goed. Maar ik stond daar eens even te kijken. Toen kwam er dus een vrouw binnen. En die had ook handschoentjes aan. Dus ik denk dat je dan ook al wel extra bang bent. Maar dat weet ik niet zeker. Want ik zie echt heel veel mensen met handschoentjes lopen. Dus ik zeg zo, wilt u er langs? Ja, maar het is geen 1,5 meter. Nou ja, ik heb niet zo'n heel groot kruidvat voor jou. Dus die palen zijn niet zo super breed. Dus ik ging ook helemaal aan de kant van die vrouw. Dus ik zei zo, ja, nu kunt u er wel langs. Ja, nou, het is nog geen 1,5 meter. Toen dacht ik, ja, dan blijf je maar staan. Uiteindelijk liep ze wel gewoon langs me heen. Maar dan denk ik van, je probeert dan heel erg mee te denken. En dan krijg je nog een beetje zo'n snauw van, ja, misschien 1,5 meter. En dat vind ik wel gewoon heel erg jammer dat mensen zo zagrijnig ook worden en bozig. En ja, zoals ik al eerder heb gezegd, boodschappen doen is überhaupt gewoon helemaal niet leuk nu. Want het bezorgt mij heel veel stress. Ik ga echt wel met stress naar de supermarkt. Omdat je aan zoveel dingen moet denken op dit moment van 1,5 meter. Het is gewoon soms niet haalbaar. Vooral niet als het best wel druk is. En dat vind ik best wel lastig. Dus dat bezorgt me dan wel wat meer stress. Merk ik dan ook gelijk weer een beetje met mijn darmen dat ik daar last van krijg. Dus ja, dat wilde ik eigenlijk nog eventjes vertellen. Ik heb gisteravond gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Was wel een herhaling, maar het was nog wel weer een keer leuk om te zien. Daarna Hart in Actie was ook wel weer mooi. Ik heb Rex gekeken en Gossip Girl. De vlog heb ik ingepland. Mijn artikel is online gekomen. Wat nog een beetje voeten in de aarde had. Want ik heb zeg maar geen betaalde website. Dus ik heb gewoon van WordPress. Dus mijn website is ook wordpress.com. Alleen je hebt 3 gigabyte aan geheugenopslag. En die zit nu dus gewoon echt vol. Dan probeer ik al persberichten en zo te verwijderen. Maar ik heb gewoon echt geen ruimte meer om mijn nieuwe foto's te uploaden. En dat is zo frustrerend, want zo kan ik geen artikelen plaatsen. Zo moet ik even naar kijken. En ik zou het liefst in de toekomst toch wel een keer een eigen domein willen hebben. Alleen, ik ben ook heel eerlijk, zo'n domein moet je voor 1 jaar gelijk betalen. En dat is dan best wel een groot bedrag, wat ik niet zo eventjes kan neertellen, zeg maar. Dat geeft helemaal niet hoor. Het is ook niet echt een pre, maar ik zou het wel leuk vinden. Alleen, nu moet ik even een manier bedenken waarop ik dus die foto's weer kan uploaden. Ik heb even mijn tijgertje geknuffeld toen ik wakker werd. Of toen ik wakker werd. Dat klinkt heel raar, want dat zou betekenen dat ze in bed was gekomen. Dat is niet het geval. Maar toen ik eenmaal op was en ik zat op de bank, dan komt tijgertje altijd even heel lief bij me zitten. Die komt helemaal tegen me aan liggen. Koppie in mijn nek. Dan moet ik een kusje op haar hoofdje geven. Dan is het weer goed. Dan heeft ze even geknuffeld. Dan is ze weer blij dat ik er is. Dus dat zat wel super schattig. De muis zit hier naast me. Tijgertje zit daar achter de medicijnen verscholen. Ik weet niet. Ik zet hem nu zo, dat ik niet heb gezien. Die is daar. Mickey is de kattenbak aan het omgraven. Dus dat is ook top. Ik ga nu eventjes de kleding in de wasmachine gooien. Dan ga ik die even aanzetten. Daarna ga ik even stofzuigen. Misschien ook wat bullet journal spullen pakken. En eventjes de was in de kast. En dan ga ik daarna video bellen. Maar daar kan ik jullie verder ook niet bij zitten. Want dat is gewoon ook privé. En dat ga ik verder ook niet doen. Maar we gaan even het laatste boekje afronden en dan beginnen we de volgende keer aan een nieuw boekje. Dat is alleen een beetje vent. Ik had het huidige boekje had ik op papier, want die hadden ze gewoon uitgeprint. En dit boekje heb ik dus nu digitaal. En ik heb zelf geen printer inkt en mijn printer is ook niet aangesloten aan mijn laptop. Omdat wil op een of andere manier niet sinds ik nu internet heb. Dus die kan ik niet uitprinten en dan kan ik dus geen dingen invullen. Dat zou eigenlijk wel handiger zijn geweest, maar ja, het is even niet anders. Dus dat ga ik maar eventjes doen. En dan zetten jullie bij het bullet journalen er later wel weer bij.
Ik moet nog even mijn nieuwe strijkboot opruimen. Ik moet even kijken waar ik mijn oude heen kan doen. Want mijn moeder zei ook, wil je je oude inleveren? Nou ja, dit was eigenlijk een heel last minute besluit. Waardoor ik dus nu een nieuwe strijkboot ging kopen. Dus ik had er ook niet aan gedacht om mijn oude eventueel mee te nemen. Dat zou je kunnen doen als je echt daarheen gaat met de missie. Maar dit was eigenlijk eventjes spontane actie. En volgens mij kan dat hier ook niet. Volgens mij kun je hier geen spullen inleveren. Sommige bedrijven doen dat wel, want dan betaal je ook verwijderingsbijdrage. En dat hoeft nu ook niet. Dus ik zie nog wel met die ouders. Ik moet even kijken waar ik dat heen kan doen. Maar goed, ik ga nu even wat doen en dan zie ik jullie als ik ga bullet journalen. Zo, opgeruimd. Videobellen ging goed. Het was nu voor het eerst ook dat mijn coach aansloot. Het was eerder nog niet gelukt, omdat het qua tijd soms een beetje lastig was. Maar nu heb ik één vaste tijd, dus dat is wel fijn. Het is allemaal wel positief. Het boekje is nu afgerond. Ik heb een koude rilling. En dan gaan we met een volgend boekje aan de gang de volgende keer. Maar het was eigenlijk allemaal wel helder. Het was eigenlijk allemaal prima. Nog even lekker gebeurd, want ik had voordat ik ging videobellen heb ik de was al in de kast gelegd boven. Dat is fijn, op de achtergrond hoor je misschien, ik weet niet of jullie het horen hoor, mijn wasmachine die nu draait. Dus die is straks ook weer klaar. Ik heb hier natuurlijk haar even weggehaald. En dan even lekker relaxen nog nu, straks koken en eten. Vanavond goede tijden. Kijk, SBS6, je hebt gestalkt. Je hebt meester Frank Visser, hoe is je nu met? En vanavond kijk ik weer Oogappels, ook alweer zin in. En dan kijk ik naar Gossip Girl. Ik ga even wat nieuwe foto's bewerken. Ik wil even kijken of ik dus wat ruimte kan maken op mijn blog. Dus ik hoop dat dat een beetje lukt. Verder niet een hele speciale avond, ook niks spannends aan, maar gewoon lekker basic en ook wel lekker. Maar nu even lekker relaxen, want het hakt er altijd wel weer even in, hoor. Zo, ook al ben je nu gewoon thuis, een sessie heeft veel stof tot nadenken. Dus ik ben er altijd wel even, je moet er altijd even van bij komen, maar het was verder heel goed. Dus vandaag ook niet echt een hele spannende dag gehad. Gelukkig nog even jullie erbij kunnen zitten met bullet journalen. Ik had alle spullen al gepakt, ik was alleen mijn geodriehoek vergeten, dus dat was niet zo slim. Maar ja, het is nu wel gelukt en dan gaan we... Zaterdag ga ik gewoon wel weer verder. Want morgen moet ik de sluipkamer doen. Dan red ik het niet. Dus dat is de planning. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Lekker relaxen. Wat katten knuffelen. En ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 1 mei. Ik ben klaargemaakt. Het is gewoon ongelooflijk dat er alweer een maand voorbij is. Het gaat zo snel. Ik ga het appje beantwoorden. Ik ga zo meteen de slaapkamer lekker doen. Daar heb ik wel zin in. Dat is wel even lekker nodig. Lekker mijn bedje verschonen en dat soort dingen. Want ik heb weer vreselijk geslapen. Echt, die nacht net is. Het is echt niet te doen. Ja. Ik kan er heel veel over zeggen. Maar ja, het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Ik weet gewoon dat dit een beetje bij mijn leven hoort, maar het is wel heel vervelend af en toe, omdat je gewoon zo gedesoriënteerd wakker wordt.
En je dan gewoon even nodig hebt om buiten te komen. Waardoor ik dus eigenlijk ook heel vaak gewoon heel moe mijn bed uitkom. En vaak zodra ik maar mijn laagje make-up erop heb zitten, dan voelt het wel weer oké. Dan voel ik me wel weer wat beter. Maar ja, dat blijft wel een dingetje. Ik heb gisteravond naar Gestalkt gekeken. Dat was ook heel erg bijzonder. Ja, sowieso is het heel apart hoe mensen tot zo'n daad kunnen komen. Het ging over een vrouw die had een man leren kennen en hij had ook al kinderen, allemaal hartstikke leuk. Alleen zij had een reis gepland voor 7 maanden om naar Australië te gaan. Maar ze had hem ook al vrij snel aan haar ouders voorgesteld. Ze is wel die reis gaan maken. Hebben ze in de tussentijd heel veel contact gehad, maar hij belde al een paar keer helemaal overstuur op dat hij het niet trok zonder haar. Toen is hij op een gegeven moment ook nog een keer in Australië met zijn kinderen geweest. Was ook gelijk een soort ultieme test van hoe gaat het als kinderen erbij zijn. Toen is zij op een gegeven moment, zou zij eigenlijk een tussenstop ergens maken. Toen is ze voor 6 weken terug naar Nederland gegaan. Toen hebben ze ook besloten dat zij, zodra zij de reis had afgemaakt, want ze ging daarna wel weer terug, zouden gaan samenwonen. Nou, reis afgemaakt, hebben je in die tijd hadden ze ook een huis gekocht. Best wel snel ook. Volgens mij kennen ze elkaar niet zo heel erg lang. Maar ja, ze was gewoon heel erg verliefd. Oh, mijn batterij is bijna leeg van mijn horloge. En toen kreeg hij op een gegeven moment, moest hij voor de rechter komen. Want hij zou zijn ex heel erg in elkaar hebben geslagen. Dat ontkende hij. En in die tijd is zij heel erg depressief geworden. Ze heeft pillen gekregen in antidepressiva en oxazepam. En van de ene op de andere dag was ze klaar met die pillen. Heeft ze alles in de prullenbak gedaan. Wat ook helemaal niet slim is, want je moet dat afbouwen. Waardoor ze dus onwijs ontwenningsverschijnselen kreeg. Nou ja, goed. Toen heeft hij haar uiteindelijk ook nog pillen gegeven. Waarvan hij zei dat het aspirines waren. Het waren het uiteindelijk niet. Hij begon haar ook in elkaar te slaan. Dus uiteindelijk had ze de relatie ook verbroken. Maar toen begon het stalken. Hij kwam bij het huis van haar ouders. Die had hij ook geprobeerd in brand te steken. Zij kwam hem overal tegen. Terwijl zij bij haar paard was. Of gewoon op de weg. Dat hij haar van de weg probeerde te rijden. Nou, uiteindelijk heeft Thijs hem geconfronteerd. En leek het er wel op dat hij is gestopt. Ze kreeg nog wel rond bepaalde datums. Kreeg ze dus aparte telefoontjes die anoniem waren. Of die ze dan wilde terugbellen. Waar wel een nummer bij zat. En dat het nummer niet in gebruik was. Nou, dat nam ze dan wel voor lief, want het echte gestoken was wel gestopt. Daarna meester Frank Visser gekeken, hoe is het nu met? Ik irriteerde me weer een beetje, want dat was één zaak. Het ging toen over een kat. Die vrouw die nam steeds de kat van de buurvrouw in huis. En die plaatste hem toen ook in een pension, terwijl zij op vakantie waren. Ging niet mee naar de dierenarts. Volgens mij heb ik er toen de tijd wel wat over verteld. Hij ging dus nu kijken hoe het met die mensen was. Het baasje van de kat waar het om ging, die wilde niet meer meewerken. Maar die buren die dus de kattenontvoerders waren, die wel. En die hadden nu inmiddels zelf ook een kat. Maar het was gewoon een beetje een aparte vrouw. Ik heb Bossenbul gekeken en naar Oogappels. Helaas volgende week de laatste. Dat vind ik wel jammer, want ik vind het echt een hele leuke serie. Ik hoop echt dat er een seizoen 3 komt. Maar dat is even afwachten. Ik heb wel mijn foto's bewerkt. Ik ben alleen nog niet verder gekomen met de ruimte maken die op mijn blog, dat wilde ik doen, maar toen ging mijn laptop ineens updaten waar ik niet om had gevraagd. Ik was te laat met op te klikken van probeer het over een uur of probeer het morgen. Dus toen ging die updaten en toen was ik alweer een half uur kwijt daarvan. Dus dat was wel een beetje vervelend, maar goed, daar ga ik vanavond wel naar kijken. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik zo meteen maar eventjes de slaapkamer doen. En dan ga ik jullie wel bijzetten. Ik heb het wel koud, dus ik heb lekker een vestje aan. Ik vind het wel frisjes, maar ik vind dit niet een heel fris vestje, geloof ik. Dus ik denk dat ik even wat anders ga aantrekken. En het is lekker regenachtig buiten. Dus dat vind ik wel ook wel gezellig. Dus ja, ik ga dat nu eventjes doen. Ik wilde jullie nog even iets in de keuken laten zien. Nu staat de strijkpout er nog. Maar ik had hier altijd een matje staan met het afdraaibrek. Die heb ik nu weggehaald. Ik heb nu gewoon hier laten de airfryer spullen opdrogen. Die kunnen zo terug in de airfryer, maar dan heb ik gewoon een heel leeg aardrecht. En daar ben ik wel heel blij mee. Ik dacht me dat gisteravond ineens. En ik dacht na het afwassen, ja, ik ga het gewoon allemaal weghalen. Want
Het staat ook niet zo hygiënisch en ik vind dit gewoon net iets netter staan. Dus daar ben ik wel weer blij mee. Zo, ik ben lekker klaar. De camera is leeg, mijn batterij, dus ik kan eventjes nu niet met de camera vloggen. Ik heb net gegeten en ik was eigenlijk best wel snel door de slaapkamer heen. Ik geloof ongeveer een uurtje ik over heb gedaan. Dat is eigenlijk best wel netjes. Maar wel weer lekker gevoel dat ik een lekker schoon bed heb. Dat ik vanavond lekker in een schoon bed kan stappen. Gewoon dat alles weer lekker schoon is. Dat voelt wel weer heel erg fijn. Ik ga nu verder ook eigenlijk niks meer doen. Nog even relaxen. Douchen, koken en vanavond kijk ik even de tv-kantine. Het is eigenlijk niet veel. De Kijkbuis Kids en dan neem ik Flikker Rotterdam op. Dat kijk ik dan morgen weer. Ik kijk sowieso Gossip Girl en ik ga de laatste aflevering van Lois verder afkijken. Moet ik alleen eventjes kijken omdat ik dan morgen weer ga kijken. Want dat is wel eventjes een dingetje. Dus ik moet nog even wat uitkiezen. Ik moet sowieso nog het artikel schrijven wat dus een beetje een drama gaat worden omdat die... geheugen vol zit. Daar moet ik nog even naar kijken. En ik moet de video nog in elkaar zetten. Dus ik ben nog best wel druk vanavond. Maar niet zo erg. Straks de nagel ga ik eraf halen. Want het ziet er echt niet meer mooi uit. Deze hand valt nog wel mee. Deze hand. Kijk, die is wel heel erg beschadigd. Dan haal ik het er liever af. Want dan vind ik het niet zo mooi meer. Dus dat is eigenlijk een beetje de planning. Niet bijzonder. Ik ga nu in ieder geval nog even dan lekker relaxen. Dan zie ik jullie morgen weer. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 2 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik zit hier met Muis. Daar ruikt niet zo lekker, denk ik. Muis make-up. Ja, ik had even weer van alles gedaan. Ik zie hier bijvoorbeeld dat mijn letters helemaal verschoven zijn. Vind ik niet zo heel tof. Terug. Ik zal ook even de deur dicht doen. Want hier zit verder niemand meer. Wat was ik aan het vertellen? Oh ja, ik ben klaargemaakt. Ik heb niet zo lekker geslapen. Ik had weer heel veel dromen. En ik kon ook helemaal niet in slaap komen. Mijn hoofd zat vol met ideeën voor YouTube. Dus ik echt dacht, hoe ga ik nu mijn gedachten verplaatsen? Dat ik nu... kan gaan slapen, want er ging van alles door dat hoofd heen.
En dat komt dan ook, want ik had even een video gekeken nog. In bed vind ik het vaak lekker om zo nog even een videootje te kijken. En dan zie ik dingen voorbij komen waarvan ik denk dat zou ik in een bepaalde video heel goed kunnen gebruiken. En dat is niet ideeën stelen hoor. Dit is iets wat ik bij heel veel YouTubers voorbij zie komen. Maar die hebben ook al wel echt... Dat zijn gewoon de professionele YouTubers. Waardoor je dus... Die hebben ook superveel abonnees. Die kunnen misschien hun geld wel verdienen met YouTube. Van ik denk van, ja, maar hoe doen hun dat dan toch? En dan gaat het door mijn hoofd heen. Hoe ga ik dit kunnen doen? Dit was bijvoorbeeld ook een idee wat ik heel graag wil gebruiken in die video voor de spelletjes. Die je kunt doen ook als je alleen bent. En ja, die video wil ik nog steeds opnemen. Maar ik weet even niet zo goed hoe ik dan bepaalde beelden erin moet gaan krijgen. Dus die staat echt ook nog op de planning. Die kun je ook echt nog verwachten. Maar ik weet nog niet precies wanneer. Omdat ik daar gewoon nog heel erg mee bezig ben. Als ik zo'n video maak, wil ik ook dat het goed en duidelijk overkomt. Er zit er nu weer eentje op de kattenbak te graven. Heel fijn. Dus dat soort ideeën gingen er door mijn hoofd heen. Ik heb gisteren ben begonnen met een van die gratis cursussen. Die heb ik ook al afgerond. Dat was een hele korte cursus. Ik heb nu zo'n cursus minifotografie gedaan. Daar heb ik ook een certificaat voor gekregen. Was heel leerzaam. Gewoon, ik ben natuurlijk al wat bezig met fotografie. En ik gebruik het nu voornamelijk voor mijn blog. Maar ik zou, ik had het ook heel erg leuk gevonden. Ik zou eigenlijk nog een keer gaan fotograferen met mijn vader en met Nathalie. Maar ja, dat is nu niet te doen natuurlijk ook met coronatijd. En, maar het lijkt me bijvoorbeeld ook heel leuk. Ja, nu is dat net geweest. Maar als het lente is, dat je dan ziet dat de lammetjes, dat er net lammetjes zijn geboren. En dat die gezellig bij moeder en vader schaap in de wei lopen. Lijkt me gewoon super leuk. Maar dit was gewoon een hele leerzame cursus waar je ook gewoon wat meer kon leren. Het was wel een beetje lastig, want hun gebruikten een Canon camera. En ik heb een Nikon. Maar goed, het was op zich wel heel helder. Dus die heb ik afgerond. En nu ga ik er eentje doen van Instagram. Ook gewoon voor betere Instagram foto's en zo. Dus dat is wel echt super, super leuk. Gisteravond heb ik gekeken naar de Kijkbuis Kids. Was ook wel echt super leuk. Alleen ze hadden ook heel veel programma's die ik zelf niet kende. Het ene programma was ook met Gordon en Patty. En ik weet dat dat op tv is geweest. Ik heb het zelf nooit gezien, want dat sprak me niet zo aan als ik de voorstukjes zag. Tijgertje, wil je ophouden alsjeblieft? Maar ik moest gewoon alweer super lachen. Want ze gingen eerst al bloedzuigers op hun huid. Nou, daar kreeg ik al de kriebels van. Dat ik dacht, waarom zou je dit willen doen? Dit is zo eng. Dit is zo vies. Nou, die kregen ze op hun gezicht. Of op Gordon. Patty kreeg ze achter de oor. En Gordon op zijn buik of zo. Heel eng. En daarna werden ze jong geslagen. Nou, Patty ging eerst. Ja, en dan gaat Gordon, die gaat keihard lachen. Maar ik vind dat Gordon best wel een aanstekelijke lach heeft. Dus je gaat automatisch gewoon meelachen. Als je hem helemaal slap ziet liggen van de lach. Hij lacht niet hoor, maar dat is even hoe ik hem uitdruk. Dus daar moest ik ook wel om lachen. Maar daar hadden ze programma's bij die ik zelf niet kende. En daarna heb ik... Ik heb ook nog tv-kantine gekeken. Ik heb mijn video geëdit. Ik heb mijn blogbericht geschreven. Ik heb Gossip Girl gekeken. Ik ga er eentje vandoor hier met de medicijnen. Daarna heb ik Lois verder gekeken. Nog een heel klein stukje. Want het werd op een gegeven moment zo laat dat ik dacht, nou laat maar, weet je, kijk ik morgen wel verder af. Ik vind het nog steeds een beetje onduidelijk. Want het begon eigenlijk met twee mannen die... Eén man die had ook een beperking, maar ik weet niet precies wat hij had. Maar je kon gewoon merken aan zijn doen en laten dat hij wat anders was. Die werd een beetje voor het karretje gespannen van die andere. Want die andere kerel die had dus een restaurant. En die man die dus niet helemaal goed was naar mijn idee, die stak dus twee mensen neer. Waarvan ze het wel hadden overleefd, maar eentje dat was dus de pleegvader van die andere man. En uiteindelijk hebben ze ook nog twee mensen vermoord. En het bleef dus dat die pleegvader die restauranthouder had misbruikt. Lois was eigenlijk, die mocht eigenlijk niet echt meer meewerken. Want haar baas die wilde haar een beetje laten, die wilde haar laten overplaatsen. Ze moest elke keer van die gesprekken hebben en elke keer ging ze er gewoon weer vandoor. Toen heeft ze die Fred erop gezet, die dus zijn eigen bedrijfje had. Die dus... Ja, een soort privédetective was. En toen zei hij ook, nou, dit is wel de laatste keer dat ik dit doe. Want ja, maar je bedrijf ging toch goed. Ja, maar ik moet stoppen op mijn hoogtepunt. En eigenlijk was dat 10 jaar geleden al. Dus hij wilde graag genieten van zijn pensioen.
En hij gaat in dat restaurant eten. Hij hoort eigenlijk dat daar een gevecht plaatsvindt. Waardoor hij achter die jongen aangaat die dus niet helemaal goed is. En hij loopt achter hem aan. Heel veel drukke mensen. Een hele drukke winkelstraat. En hij zegt nog, mag ik je wat vragen? En die gozer die steekt hem gewoon een mes in zijn nek. Nou, dat was echt heel... Ik vond het heel treurig, maar ook heel vies. Het was wel heel goed gemaakt. Het bloed spoot overal heen. Maar die had er dus ook niet overleefd. Uiteindelijk heeft die andere gozer, die restauranthouder, die andere jongen in het water gegooid. Die heeft hem eerst helemaal dronken laten worden. Toen heeft hij hem in het water gegooid. Ook dood. Die andere en die restauranteigenaar, die Lois, ging daar wat drinken. Die deed zich voor als Stephanie. En uiteindelijk maakte ze bekend dat ze van de politie was. Heeft hij haar het hele verhaal verteld. Dus ook van die misbruik. Maar ook dat haar vader zou zijn echte vader vermoord hebben. En hij viel haar eigenlijk aan en ze schiet hem dood. Dus ik weet ook niet of ze nou uiteindelijk nog overgeplaatst gaat worden. Maar dat ga ik wel zien. Maar ja, ik vond het wel een hele goede serie. Jammer dat er maar 3 afleveringen van waren. Hadden er echt wel meer mogen zijn van mij. Maar ja, ik vond het echt een hele goede serie. Dus dat. Ik ga nu even stofzuigen. Dan ga ik boven even wat opruimen. En daarna ga ik gewoon Bullet Journal. En daar ga ik jullie gewoon bij zetten. Je moet eventjes de katten hadden overgegeven op mijn stoelkussentjes. Die moet ik even invrijven met wasmiddel en soda. Want ik heb ze nu een paar keer gewassen en het gaat er dus niet uit. Dus dat moet ik even doen. Dat had ik op internet gelezen. En daarna ga ik lekker bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus daar ga ik jullie bij zitten. Maar ik ga nu eerst even wat doen. Zo, weer even opgeruimd. Wel even lekker bezig geweest. Ik had weer wat meer inspiratie. Dus dat is altijd wel prettig. Katten hebben net gegeten. Ik heb trouwens weer een ander shirt aangetrokken. Want die andere zat toch niet heel erg warm. En ik had het heel erg koud. Maar het was wel even leuk om weer eventjes bezig te zijn. Alleen de katten zijn dan een beetje vervelend. Maar goed, hoort erbij. Ik heb nu die 2 kussens in die wasmachine zitten. Ik heb dus daar die wasmiddel op gedaan met die soda. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat uitpakt. Of dat het straks echt schoon gaat zijn. Ik heb hem gewoon op 40 graden gedaan. 60 leek me een beetje eng. Volgens mij kunnen ze ook niet op 60. Maar ik denk, ja, zo meteen dan krimpt het of zo. Dus ik hoop dat het schoon is. Ik heb het gewoon ingevreven. Dus op hoop van zegen. Die is nog aan het draaien. Vanavond, ja, ik hou van Holland maar. Ik ga eventjes Flikker Rotterdam maar weer kijken.
Ik heb al wel een nieuwe serie klaarstaan. Dat is Morten. Die wil ik even kijken of ik dat wat vind. Ik ga sowieso Gossip Girl kijken. Misschien nog even met de vlog alvast wel aan de gang. Ik heb gisteravond wel mijn nagellak eraf gehad. Zag er niet meer uit. Voor meteen dan moet het er nog af. Dus die ga ik vanavond alvast lakken. Doe ik morgen mijn vingers weer. Ja, straks lekker eten. Even lekker douchen. Eigenlijk ook niet een hele strakke planning of zo vanavond. Gewoon ja, lekker relaxed. Ga even een spelletje doen. Misschien ga ik nog wel even verder met die cursus. We gaan het gewoon wel eens even zien wat het vanavond brengt. Het zal niet heel veel zijn in ieder geval. Vanavond heb ik ook mijn boek uit. Vind ik wel jammer. Het is echt zo'n mooi boek. Maar dat horen jullie later wel weer meer over in de boekreview video's. En ik hoop dat ik vanavond een keer met een leeg hoofd naar bed toe kan. Want dat zou wel fijn zijn. Want al die ideeën die zich in je hoofd opborren terwijl je in bed ligt terwijl je wil slapen. Nee, dat is niet zo fijn. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Ik heb boven trouwens wel alle boodschappentassen zijn nu leeg. Althans met de spullen die daarin stonden op die kamer. Er staat nog wel een boodschappentas met boodschappen erin. Maar die kon ik gewoon even nog niet kwijt. Ik moet daar zo nodig opruimen. En ik vind het niet de drive om het te doen. Terwijl ik denk dat het heel erg veel rust zou geven als ik het zou doen. Er moet nog zoveel opgeruimd worden. Ja, dan is het ook wel weer een zolder. En dan word ik gewoon in mijn hoofd een beetje gek soms. Terwijl je nu van heel veel mensen juist hoort. Oh, ik heb lekker dit opgeruimd. Ik heb lekker dat opgeruimd. Omdat ze daar misschien normaal gesproken niet echt snel aan toe komen. Omdat ze hard werken. Ja, en nu met thuiswerken of dat ze ineens ja, thuis zitten. Hebben ze ineens heel veel tijd natuurlijk. En ik heb de tijd wel, maar de zin niet. Dat is natuurlijk een ander probleem. Goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 3 mei. Zoals altijd zit ik op de bank. Ik heb onwijs last van mijn buik. Maar is even niet anders. Ik ben heel erg blij. Want ik heb dus die kussentjes gisteren gewassen. Die had ik dus ingesmeerd met... op de plekken waar de katten hadden overgegeven. Die had ik dus al een paar keer gewassen en dat ging er niet uit. Toen heb ik het dus ingesmeerd met wasmiddel en met wat soda. En het is nu gewoon echt helemaal schoon. Alleen die ene bevat heel veel haren, die moet even afgezogen worden. Maar het is eigenlijk heel erg goed gegaan. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dat vond ik een hele goede oplossing. Gisteravond heb ik in Kaal van Holland gekeken. Ik heb hier ook op mijn kant. Ik heb Flikker Rotterdam even gekeken. Ik heb weer naar Gossip Girl gekeken. Daarna heb ik Morten gekeken. Ik heb Lois nog even afgekeken ook. Maar Morten was eigenlijk best wel een mooie serie. Het is wel politiek gericht. Maar ik vond het wel goed neergezet. Ik vond het eerst een beetje verward. Maar later snapte ik het wel. Dus dat ga ik ook nog wel verder kijken. Maar dat ga ik dan weer vrijdag doen. Want vanavond heb je weer gewoon Rex. Dus ja, dat was wel leuk. Ik heb al aan de vlog gewerkt. Verder eigenlijk niet heel erg veel bijzonders. Vandaag ook niet echt heel veel op de planning. Ik ga even stofzuigen. Ik moet wel mijn foto's maken. En ik wil even de groenten alvast een beetje gaan doen. Ik heb namelijk nu voor de hele week natuurlijk groenten gekocht. En dat kan ik geen week goed houden. Dus ik ga dat gewoon even allemaal afhalen. Zet ik het voor dinsdag alvast in de koelkast neer in een pannetje. En dan ga ik die andere groenten ga ik even kort blancheren. Dat ga ik dan in de vriezer doen, want dan verlies je de smaak niet, schijnt. Het is wel de eerste keer dat ik dit ga doen. Ik heb het ook nog nooit gedaan. Maar anders ben ik bang dat het echt al overstuur is als ik het wil gaan eten. En dat is niet de bedoeling. Dus ja, eigenlijk niet heel veel bijzonders vandaag. Zoals ik al zei, ik heb heel erg last van mijn buik. Dus ik, ja, het liefst blijf ik ook zitten, maar ik blijf wel een beetje in beweging. Ik heb het wel weer onwijs koud. En... ik zit nu s'avonds ook echt weer onder een kleedje. Lekker dikke trui aan onder mijn kleedje. En dan gaat het eigenlijk wel goed. Ik zal nog even laten zien. Want ik heb dus gisteren toen ik aan het opruimen was. Heb ik ook de 2 schaaltjes opgehangen die je in de Action Shop blog hebt kunnen zien. Die hangt nu dus hier. Dus kijk, dat past echt precies hier om dat rek heen. Volgens mij is het rek van Ikea trouwens. Maar dat kan dus zo mooi. En dan kan ik die mooi gaan gebruiken. Dat vind ik wel heel tof hangen. Ik moet eigenlijk ook nog met de boodschappen aan de gang. Ik weet niet of ik heel veel zin heb vandaag. Ik denk ook niet echt dat ik jullie vandaag ergens ga bijzetten. Want het is zondag. Dus ik ga zo gewoon even wat dingetjes doen. En dan
verder ook een beetje rustig aan. Dus dat is eigenlijk voor nu eventjes de planning. Niet bijzonder, maar dat zijn jullie gewend op zondag. Dus ja, dat ga ik maar eens eventjes doen. Inmiddels heb ik de bonen geblancheerd. Die staan nu hier. Die moeten even afkoelen. Die kunnen straks de vriezer in. Ik heb deze la helemaal opgeruimd. Een stuk netter zo. Daar ben ik ook weer heel erg blij mee. En nu ga ik foto's maken. Het is toch nog wel even druk geweest. Ik moet even wat zooi opruimen in de keuken. Al papier en zo wat eruit kwam, dat gewoon wegkwam. Ik wil eigenlijk dit nog opruimen, maar ik denk dat ik dat morgen ga doen. Ik denk dat ik hier mijn katten voor opgezet en dan dit gewoon allemaal de kast in ga doen. Dan moet ik even kijken, maar in ieder geval ben ik wel even lekker bezig geweest. Zo, al met al toch nog best een druk dagje. De katten hebben nu net gegeten. Ik heb nog even iets gebullet-journald. De foto's zijn klaar. Die zijn ook al geïmporteerd. Ik heb die bonen in de vriezer. En die andere bonen staan nu afgedekt in de koelkast. Nou, die laat dan nog opgeruimd. Maar nu heb ik het ook wel gehad. Nu vind ik dat ik genoeg heb gedaan. Was eigenlijk helemaal niet van plan. Maar ja, dan komen er allemaal dingen in mijn hoofd. Van, oh, ik wil dit nog doen, ik wil dat nog doen. En dan ga je eigenlijk toch in één rappenhap door. Geeft niet. Ik begin nu ook weer een beetje bewolkt te worden. Dus dat, straks lekker douchen. Ik kan zien, want ik heb het onwijs koud, vlekken warm douchen. Eten. Vanavond, ik zal de telefoon erbij pakken. Je hebt niet zo heel veel. Jij hebt, het zijn net mensen, dat ga ik kijken. Maar je had volgens mij op SBS 6 had je een programma's. Ik pak even de tv-gids erbij. Volgens mij was dat iets met huizen verbouwen. En dat vind ik wel leuk. Dus misschien dat ik dat wel ga kijken. Ik heb ook de film Huisvrouwen bestaan niet 2 klaarstaan. Ik vond 1 heel goed. Ik ga even kijken hoor. Je eigen droomhuis. Misschien dat ik dat even ga kijken. Dan kan ik eventueel morgenavond die film gaan kijken. Want er is morgenavond ook niks op televisie. Want je hebt geen Chateau Meiland. Omdat het natuurlijk morgen 4 mei is. Met herdenkingen en zo. Ik denk dat ik dat wel ga kijken. Nou, vanavond denk ik dat wat ik net noemde. En het zijn net mensen. Gossip Girl en Rex. Ik moet ook nog wat foto's bewerken voor het artikel van morgen. Misschien dat ik ook gelijk de foto's voor dinsdag doe. Moet ik even kijken hoe ver ik daarmee kom. Maar in ieder geval, ik heb nu wel echt last van mijn buik. Ik ga nu lekker even relaxen. Ik ga jullie morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Niks interessants. En ja, ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 4 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik had net een klit in mijn haar. Zo. Ik voel het nog. Het is vandaag natuurlijk dodenherdenking. Ondanks dat ik zelf gelukkig daar niks van heb meegemaakt natuurlijk, vind ik het wel belangrijk om daar stil voor te zijn. Alleen om uit respect. Al is dat natuurlijk dit jaar ook heel anders. Ik heb weer een beetje last van hooikoorts. Als je traanogen ziet, weet je dat. Ik kijk eigenlijk altijd de herdenking op RTL 4. En dat komt vooral omdat het door de weekjes dat daarna goede tijden komt. En ik dat graag wil zien. Dat ik het altijd op RTL 4 kijk. Ik zie het eigenlijk nooit op Nederland 1. En daar is dat natuurlijk op de Dam. En op RTL 4 doen ze het. Bij zo'n hele grote klok. Ik weet niet of dat. Is dat niet iets met Waal of zo? Weet ik niet precies. Maar ik ben ook wel erg benieuwd hoe ze dat nu gaan doen. Want er zullen weinig mensen bij aanwezig zijn. Wat ik wel heftig vind, omdat er vaak, wat ik op RTL 4 zie, zijn het vaak ook hele hoge bejaarde mensen die soms al in de 100 zijn, die dan die oorlog hebben meegemaakt. En ik kan me voorstellen dat het voor die mensen elk jaar weer de vraag is, misschien is dit mijn laatste keer dat ik hier ben. Ja, en nu mogen ze er waarschijnlijk niet eens bij zijn. Nou, weet ik wel zeker, want vooral als je al in de 100 bent, dan ben je natuurlijk nog een hoger risicogroep met corona. Dus dat lijkt me wel heftig. Maar goed, ik ga er wel gewoon naar kijken. En ik ga er ook bij stilstaan. Ik weet nog. Ik weet er niet heel veel meer van. Maar toen ik in groep 8 zat. Toen kregen wij er wat meer over te horen. Dat was
iemand die kwam, dan gingen we naar een kerk en dan ging iemand dus over die oorlog vertellen, die oorlog had meegemaakt. En daarna zijn we ook nog naar een herdenkingsgebouw geweest. En dan kregen alle groep achters, die kregen een boek uitgereikt die over die oorlog ging. Ik heb hem zelf nooit gelezen. Ik denk inmiddels dat hij, omdat er toen de tijd in mijn ouderlijk huis brand is geweest, dat boek er ook niet meer zal zijn. Ik heb nooit de behoefte gevoeld om het boek te lezen. Ik weet wel dat er ook gele bladzijden in zaten en dat waren echt de heftige stukken. Die kon je dan ook beter overslaan als je daar niet tegen kon. Ik heb het boek dus zelf nooit gelezen, omdat het mij nogal heftige kost leek. Dus ik heb het nooit gelezen, maar ik vind het toch wel belangrijk om erbij stil te staan. Alleen al uit respect stil zijn, ondanks dat ik het niet echt, ja, niet heel veel mee heb. Klinkt heel erg stom, maar ik kan me er gelukkig geen voorstelling bij maken, laat ik het zo zeggen. Ik heb gisteravond mijn nagels gelakt, een bruinig kleurtje. Dit is een kleurtje van Essence. Het is deze. Ik heb mijn lipstick er een beetje op afgestemd. Deze heeft de naam 41 Big City Vibes. Ik zet even Siri uit, want die gaat zich ermee bemoeien. Ik heb een programma op 6 gekeken. Dat was iets met huizen, maar dat viel uiteindelijk heel erg tegen. Want ik had echt gehoopt dat je een soort van bouwval gezocht had. Maar dat was dus niet zo. Je zag wel de opbouw van het huis, maar je zag er niet zoveel van. Deze mensen gaven het uit huis uit handen, dus ik vond het een beetje tegenvallen. Daarna heb ik Het zijn net mensen gekeken. Dat was op zich wel even grappig. Ik heb Gossip Girl gekeken en Rex. Ik heb mijn foto's bewerkt en eigenlijk niet meer aan de vlog gewerkt, maar dat is nu niet zo heel erg. Dus op zich was het een prima avondje. Ik heb om 3 uur eventjes een belgesprek met mijn coach. Die vroeg even of we konden bellen omdat ik niet zo lekker in mijn vel zit. En ik heb ook echt iets super doms gedaan. Ik ben namelijk in slaap gevallen terwijl deze camera nog op mijn bed lag. Ik heb het gewoon echt niet gezien. Het is goed gegaan, maar ik ben vanaf nu van plan om zodra ik klaar ben met vloggen, gelijk de camera in het hoesje te stoppen en weg te leggen. Want dit is echt het stomste wat ik heb kunnen doen. Helemaal omdat ik last heb van nachtmerries. Dat kan zich soms uitmonden in schreeuwen en trappen. Voor hetzelfde geld had ik dat vanaf gedaan, dan was die camera op de grond beland en dan had ik een heel groot probleem gehad. Ik heb ook wel weer nachtmerries gehad. Het waren hele vage dromen. Het was ook iets met Lady Gaga die in het Nederlands kon. Kelly Clarkson heeft volgens mij ergens nog mee. Het was een hele grote kruidvat. Maar het was ook niet echt een winkel. Het was echt heel ongezellig. En ze hadden heel veel verdiepingen. Ook een soort zolder. Het was heel vaag allemaal. Echt. En ook weer wat dingen uit het verleden. Die kwamen terug in mijn nachtmerries. Dus ik heb ook nog iets gedroomd met dolfijnen. Het was allemaal niet fijn. Ik heb wel heel diep geslapen, geloof ik. Ik word wakker van mijn lekker. Dus. Ik ga nu denk ik even stofzuigen. Ik wil even proberen het wasje om te vouwen. Ik wil morgen even een nieuwe was aanzetten. De handdoeken. Misschien even alvast mijn groenten afhalen. Daarna ga ik lekker bullet journalen. Maar dat is dan na het bellen. Want dat gaat eventjes eerst. Het is nu 2:45. Kan ik mooi even stofzuigen. En even de dingetjes doen. En bij bullet journalen zet ik jullie sowieso bij. Misschien nog even bij de was, maar het ligt er even aan of dat ik dat red. Omdat ik straks moet bellen. Dus.
Waarschijnlijk heb je het al gemerkt. Ik heb niet zoveel gevlogd bij het bullet journalen. Want de camera is leeg. Natuurlijk. Batterij gaat gewoon heel hard. Maar ik ben wel even lekker bezig geweest. Ik heb een telefoongesprek gedaan. Ik ben nu vooral bezig in mijn mus. Omdat ik daar heel erg in achterloop. Zoals ik al vaker heb verteld, heb ik 2 bullet journals. Eentje is echt blog YouTube gericht. En die andere is echt voor leuke uitjes. Maar omdat er nu geen leuke uitjes zijn en ik heel erg achterloop, heb ik nu wel de tijd om hem helemaal in te lopen. Dat zodra er weer uitjes kunnen gepland worden, ik dan ook die weer daarin kan doen. Maar ja, dat ligt nu toch stil. Dus op zich ja, is dat vrij normaal hè? Nu, omdat het corona is. Maar dan loop ik dus heel erg in achter, dus die probeer ik een beetje bij te benen. Nou ja, de was is opgeruimd. Ik ga morgen even een nieuwe draaien. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Ik ga straks lekker koken, douchen en dan natuurlijk vanavond even stil zijn. Goede tijden. Ik denk dat ik daarna de film Huisvrouwen bestaan niet deel 2 ga kijken. Ik vond deel 1 echt super goed. Ik heb nu deel 2. Ik denk dat ik die ga kijken, want er is verder niks. Want je hebt geen Chateau Meiland en kopen zonder kijken is herhaling. Dus er is eigenlijk niet zo heel erg veel wat ik verder leuk vind. Dus kan ik die film al even mooi gaan kijken. Ik kijk gewoon Gossip Girl en ik kijk natuurlijk Rex. Ik ga vanavond even een artikel schrijven. Ik moet eigenlijk ook nog nog foto's bewerken voor morgen. Maar ik heb ook alweer een nieuw persbericht binnen. Dus ik moet even kijken wat ik ga doen. Ik denk dat ik eerst die wenkbrauwset van Real Techniques ga reviewen. Dat ik volgende week het persbericht online zet. Maar goed, dat zijn de keuzes die ik moet maken. Ik ga nu lekker relaxen. Ik zie jullie dan in ieder geval morgen weer. Want ik heb verder eigenlijk niks meer wat ik kan vloggen. Het is toch een beetje onhandig met de telefoon. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 5 mei. Oftewel bevrijdingsdag. Ik ben klaargemaakt. En voor mij is het eigenlijk geen andere dag als normaal. Ik ben zelf geen festivalbezoeker. Dus normaal op 5 mei, als er geen corona is, ben ik ook altijd gewoon thuis en doe ik mijn dingen. Ik kan me wel voorstellen voor de mensen die heel graag festivals bezoeken dat het even een bittere pil is dat je dat nu niet kan en niet mag. Omdat het nu natuurlijk ook 75 jaar geleden is, denk ik dat misschien ook de festivals wel wat groter zouden zijn geweest. Maar ja, wie weet dat ze het volgend jaar dan extra spectaculair maken mocht het gevierd kunnen worden. Want dat is natuurlijk nog maar de vraag. We zeggen nu al volgend jaar is alles anders, maar ik denk dat we dat nog helemaal niet kunnen weten. Ik denk dat we het met z'n allen heel erg hopen, maar dat je het niet kunt weten. Ik heb gisteravond gekeken naar de dodenherdenking. Ik vond het heel treurig dat er geen mensen waren. En dat mag natuurlijk ook niet, maar normaal staat de Waalsoppervlakte. Ik kijk dan op RTL 4, laat ze de Waalsoppervlakte zien. Er staan een heleboel mensen, dat was nu natuurlijk niet. De klok werd ook maar door 2 mensen geluid. Geluiden? Ik weet het Nederlandse woord even niet. Normaal doen ze dat met 4 man. Want die klok is volgens mij super zwaar. Maar door de 1,5 meter moesten ze het nu met 2 mensen doen. Dus ik denk wel extra zwaar. Het duurde op RTL 4 nu ook extra lang. Omdat ze ook even de toespraak van de koning lieten zien. Waar ik niet heel veel van heb begrepen. Ik dwaalde op een gegeven moment een beetje af. Het begin begreep ik nog wel. Maar op een gegeven moment kwamen er zoveel lastige woorden dat ik een beetje afdwaalde en toen ineens was het ook al klaar. Dus ik heb er niet heel veel van meegekregen, moet ik zeggen. Er zijn toch wat mensen geweest die naar de Dam zijn gekomen. Die heeft de politie ook weggestuurd. Dat is allemaal wel rustig verlopen. Maar ja, dan denk ik toch wel, waarom ga je er dan toch heen? Terwijl het duidelijk is gezegd, er mag geen publiek zijn. Uiteindelijk begon Goede Tijden volgens mij 21:30. Dus dat heb ik gekeken. En daarna heb ik de film gekeken van Huisvrouwen bestaan niet deel 2. Een tijdje geleden heb ik deel 1 gezien. Die vond ik super leuk. Toen kwam er dus een deel 2 die heb ik gekeken. Ja, ook weer een super leuke film. Ik moet wel zeggen, ik raad je wel aan als je die film zou willen kijken en je hebt deel 1 niet gezien, om deel 1 eerst te kijken. Want dan snap je het net iets beter. Dan zie je ook gewoon, snap je meer van de personages. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb even Hart van Nederland gekeken in Shownieuws en Gossip Girl en Rex. Ik heb daarna eventjes, ik heb intussen ook even mijn foto's bewerkt. Alvast een paar voor vandaag. Omdat ik graag het artikel van de kwasten van Real Techniques online wil zetten. Ik heb mijn artikel zelf wel online gezet.
Dus ja, het was eigenlijk niet een heel spectaculaire avond. Alleen, het doet je even wat meer, omdat je toch, ja, met dat stilstaan, het was gewoon heel treurig. En dan hoor je die tap toe. En ik hoorde hier op een gegeven moment ook rond 7 uur, 7:30 wel kerkklokken luiden. Maar ja, je weet gewoon dat er verder geen herdenkingen waren met publiek. Dus dat is dan ook wel weer een beetje het treurige in de coronatijd. Maar goed, ja, het hoort er gewoon bij. Ik heb straks zometeen gewoon de kattenbak die gedaan moet worden. Mijn douche en mijn gang. En ik wil eigenlijk even de douche, wil ik heel goed de tegeltjes doen. Maar ik moet even kijken hoe ik er ten eerste bij kom en hoe ik het ga doen. Misschien dat ik het gewoon even met wegwerpdoekjes doe of zo. Want ik weet anders niet zo goed hoe ik het moet gaan doen. Maar ik had heel leuk met een handdoek over mijn tegel geveegd. En er zaten dus allemaal zwarte haren aan van de katten. Dus dat was niet zo slim. Ik ga ook even een wasje draaien, de witte handdoeken. Deze handdoeken die gaan dan weer naar boven, want die wil ik gaan gebruiken voor de kattenbak. Ik gebruik mijn oude handdoeken, bewaar ik nu om de kattenbak mee schoon te maken. Uit de droge, zeg maar, nadat ik er chloor in heb gedaan, zodat ik niet mijn nieuwe handdoeken hoef te gebruiken. En dan heb ik die nieuwe handdoeken van de Plus. En mijn moeder zou nog zegels opsturen, dus als het goed is kan ik dan van het weekend even de rest van de handdoeken meenemen. Dus dat is eigenlijk de planning niet heel bijzonder. Ik ga jullie er gewoon weer bij zetten zoals altijd. Ja, en als ik snel klaar ben, misschien nog even wat bullet journalen. Maar dan moet ik even kijken hoe ver of dat ik kom. Dus eigenlijk niet heel spectaculair. Ik ga even muziekje aanzetten. Ik heb het wel weer gruwelijk koud. Ik heb lekker een dikke trui aan en weer een keer een broek. Want dat rokje, dat was ik nu met een beetje zat. Ook al zat het heel comfortabel. Maar ik moet weer even mezelf dwingen om weer een beetje leuke kleding aan te trekken. Ik merk gewoon dat ik het de laatste tijd allemaal wel prima vind. Ik trek iets uit mijn kast. Ik trek het aan. En het is zo. Maar ik wil even weer de vibe terugvinden dat ik het ook weer leuk vind om mezelf leuk te gaan kleden. Want voor mijn doen zie ik er nu heel vaak hetzelfde uit. En vind ik het niet echt leuk. Het is gewoon meer comfortabel. Dit zit lekker. En ja, dat is eigenlijk een beetje waar ik ook een beetje mee struggle. Ik heb op zich redelijk geslapen, dus dat is wel fijn. Dus ik ga nu gewoon eventjes de dingetjes doen. Ik ga de camera op het statief zetten en ik ga jullie erbij zetten. Dus laten we maar eens wat gaan doen. Zo, alles klaar. Nou, zoals je hebt kunnen zien, heb ik nog even kunnen bullet journalen. Ik heb zelfs nog wat foto's bewerkt op de computer. Want ik ging eigenlijk er als een malle doorheen. Omdat het nu niet de week van de grote schoonmaak was, was ik er gewoon heel snel doorheen. Was wel lekker. Op de achtergrond is mijn wasmachine aan het centrifugeren. Ik ontdekte wel weer net een kussentje met spuug. Dus die moet ook weer gewassen. Je blijft bezig in ieder geval. Maar goed, wel even voldaan. Lekker schoon douche en
wc en schone gang. En daar word ik altijd wel vrolijk van. Ik wil ook eventjes, morgen is eigenlijk de laatste schoonmaakdag voor deze week hier. Dan wil ik daarna even mijn dweil wassen, want die is al heel erg zwart. En volgens mijn moeder kun je die gewoon wassen. Dus we gaan het gewoon proberen op hoop van zegen. Vanavond ga ik beter laat dan nooit kijken. Helaas is bevallen met Bobby alweer afgelopen. Misschien hebben ze ook niet verder kunnen filmen vanwege corona. Dat weet ik niet. Maar goed, dat is seizoen 2 nu. Dat is nu met Katja Schuurman. Die gaat dus op pad met Peter Faber, Willy Brodverken, Barry Stevens. God, hoe heet die andere man? Ik vergeet zijn naam steeds. Hij is uit... Ik ga het even opzoeken, want dit is heel irritant. Even kijken. Gerard Cox heet hij. Ik wist het ineens zonder het op te zoeken. Top. Die gaan dan reizen maken. En het is wel heel erg grappig, want die mannen zijn allemaal dik in de 70 volgens mij. Ik denk niet ouder, misschien eind 60, 70 denk ik. Maar dat, ik heb het eerste seizoen eigenlijk maar deels gezien. Want toen gingen ze het herhalen. Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk. Want ik had mijn moeder er toen al over gehoord. Die het wel heel grappig vond. Maar toen zijn ze er later weer mee gestopt. Dat was toen met Olshay Gülsen. Maar ja, die is nu vertrokken naar Talpa. Dus die presenteerde niet meer. Maar misschien is het met Katja ook wel leuker. Want ik ben zelf niet heel groot fan van Olshay Gülsen. En dat is meer... Ik weet niet, ik irriteer me een beetje aan hoe zij praat. Maar goed, dat is gewoon een persoonlijke smaak. Dus ik, ja, het lijkt mij wel leuk. Dus dan ga ik kijken. En daar kijk ik gewoon naar de Datables. Vanavond is het gewoon Cosmopolitan Rex. Ik moet nog foto's bewerken. En dan even dat artikel nog online zetten. Dus ik heb nog wel wat klusjes te doen. Maar dat is niet erg. Dus dat is de planning. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks douchen en eten en dan ook lekker op de bank. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik weet dat de weekvlogs nu ook wat saaier zullen zijn. Maar dit is mijn leven. En we zitten nu natuurlijk ook in de corona. Dus je leeft ook binnen. Maar dat deed ik natuurlijk voor corona ook al. Alleen kon ik jullie nog wel eens meenemen bij een uitje als ik die had. En die heb ik momenteel niet. Dus het kan me voorstellen dat het misschien nu wat saaier is. Maar... ja, dit is wel het leven wat ik leid. Dus dat wil ik toch wel blijven laten zien. Het is voor mij niet dat ik denk ik wil stoppen met vloggen. Want ik vind het nog veel te leuk om te doen. Dus vandaar dat ik het wel gewoon blijf doen. Maar ja, dat ik me wel even wil verexcuseren dat het niet heel erg spannend zal zijn. Maar goed, ik wil je bij deze in ieder geval bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en je denkt, goh, ik zou wel het leuk vinden om op de hoogte te willen blijven van je video's, kan je natuurlijk gratis abonneren. Je kan er op het rondje met mijn gezicht drukken die in beeld staat. En op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook dat belletje aanzetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je eigenlijk bij een volgende video weer te zien. Doeg!